Breda Nu. Je weet het meteen. Woensdag is het Internationaal Stiltefestival geopend met een voorstelling bij de stilte. Het festival is met name gericht op kinderen en biedt een programma vol met beeldende voorstellingen zonder gesproken woord en diverse workshops. Waar ging de voorstelling nou over? Ik had het niet helemaal gezien, maar het ging over een paar schapen en daar ging het een beetje over. Er was een kudde schapen en die kwamen uit Canada, had iemand uitgelegd. En toen gingen die de hele tijd weglopen en zo. En een man kwam ze achterna zitten. In de eerste instantie dacht ik dat ze me gingen aanvallen. Dus toen ging ik al een beetje schuilen. Was je een beetje bang voor de schapen? Ja. Wat vond je het leukste van de voorstelling? Dat de schapen een beetje raar deden. Hoezo deden ze raar dan? Wat was het raarste wat de schaapjes deden? Heel hard mekkeren en rondrennen. Het festival is nog tot zondag 18 juni te bezoeken op 7 verschillende locaties in Breda. Breda Nu. Je weet het meteen.